Rara, wat is dit? Nee, je kan er geen geld mee ophalen. Dit is een hoorapparaat. Maar wel een hele ouderwetse natuurlijk. Maar wist je dat heel veel mensen in Nederland niet weten dat ze gehoorbeschadiging hebben? En ik ga vandaag eens uitzoeken wat de feiten en wat de fabels zijn. Dat lijkt me wel veel. Een feit. Wat zeg je? Ik denk een feit. Er zijn wel best wel veel ouderen hier. Ja, dat is een feit. Een fabel, ja. Sorry, wat zei je? Ja. Roland, jij bent audicien. En dit is natuurlijk een hele ouderwetse, hè? Die gebruiken we niet meer. Maar ik denk dat mijn gehoor heel erg goed is. Maar eigenlijk zou ik het toch wel willen laten testen. Kan dat? Dat kan, natuurlijk kan dat. Ik heb jou in het verleden wel eens voorbij zien schuiven op de havenmarkt in Breda. Dat kan. Waar ik toen DJ was. En in het uitgaansleven staat de muziek nogal hard. Ja. Dus ik denk dat het niet zo slecht is om je gehoor een keertje te laten testen. Nou, ik ben benieuwd. Vandaag best spannend. Oké, gaan we doen. Hoe komt het eigenlijk dat je slecht hoort? Nou, dat kan door een heleboel dingen oorzaken komen. Bijvoorbeeld bij de geboorte. Sommige kinderen die horen al slecht als ze geboren worden. Maar ook door herrie. Of de leeftijd. Hè, dat je ouder wordt en door het ouder worden, dan gaat je hoor vaak achteruit. Maar zo'n hoorapparaat, hè, hoe werkt dat dan? Is dat dan een versterkertje of hoe moet ik dat zien? Ja, het is een soort versterkertje die geluiden oppakt en die bewerkt. En dan komt het er wat anders weer uit. En juist in die gebieden waar het gehoor slechter is, dan daar maakt hij het harder. En dat is voornamelijk in de hoge tonen. Nou, ik ben benieuwd. Zag het er goed uit? Zag er perfect uit. Oké. Je krijgt zo'n hoofdtelefoon van mij op. Uit die hoofdtelefoon komen zometeen pieptoontjes. En elke keer als je een pieptoontje hoort, dan mag je op het knopje drukken. Ook als het heel zacht is. Oké. Ja, ook als het heel zacht is, mag je op het knopje drukken. Okay. Ja? Ik hoor nu echt helemaal niks meer, hè? Klopt dat? Je hoort heel weinig, dat klopt. En nu? Nou ga ik meten. Oké. En, is het heel beroerd? Nou, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik heb jouw oren gemeten en de oren zijn bijna helemaal goed. Kijk, dit is de lijn die ik gemeten heb. Als die helemaal bovenin ligt, is het hartstikke goed. Maar dit is een dipje? Dat is een dipje. Maar voor ons is dat eigenlijk verwaarloosbaar. Maar stel voor, ik heb wel een hoorapparaat nodig. Wat gaat me dat kosten? Nou ja, we hebben tegenwoordig een heleboel mooie kleine hoorapparaatjes. Hè? Bijvoorbeeld dit soort kleine apparaatjes. En de Stichting Hoorprofs heeft daar een hele goede regeling voor kunnen treffen met alle zorgverzekeraars. In heel veel gevallen, als je aanvullend verzekerd bent, krijg je alles vergoed. Oh, nou dat is hartstikke mooi. En hoeveel mensen in Nederland hebben een hoorbeschadiging? Of weten ze dat eigenlijk wel? We hebben in Nederland bijna 2 miljoen slechthorenden. Oh, dat is best veel. Dat is best heel veel, ja. En een heel groot gedeelte van die mensen heeft dat zelf niet door. Kan je dat oplossen? Kan dat weer goedkomen? Nee, dat kan eigenlijk niet. Ze zijn wel bezig met onderzoeken naar het te laten genezen, maar dat is eigenlijk nog niet mogelijk. Dus het wordt altijd slechter? Het wordt altijd slechter, ja. Ja, natuurlijk heb je mensen die heel oud zijn die geen hoorapparaat nodig hebben. Maar langzaamaan gaat het altijd wel achteruit. En daar kan je eigenlijk niet voorkomen. Eén ding kan je natuurlijk wel voorkomen en dat is je beschermen tegen geluid. Tegen veel herrie. Oh ja. En als van je dat. Dopjes. Ja, van die dopjes. Maar goed, voor de apparaatje kom ik gewoon over 50 jaar nog een keertje terug. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Dankjewel. Tot ziens. Mooi, ik kan er weer 50 jaar tegenaan. Maar het is dus wel een feit dat 2 miljoen mensen in Nederland een gehoorbeschadiging hebben. Dus je moet echt heel erg zuinig zijn op je gehoor, want het is heel erg kostbaar. Maar ben je bijvoorbeeld al te laat, dan is een gehoortest zo gepiept.